Ja, dus in de voorgaande presentaties ging het vooral over gravende dieren en het gedrag van die dieren en een beetje de bescherming door Dolf. Ik ga met name in op wat aan de gevolgen van die graverij is voor de veiligheid en voor een waterketen. Ik ga nog even in op wat specifieke kenmerken van die graverij voor het oogpunt van de waterkering. Hoe die graverij dan vervolgens de sterkte van de waterkering degradeert. En wat je dan vervolgens kunt zeggen over welk niveau het veiligheidsniveau van zo'n waterkering daardoor afbreekt. En ik probeer er nog af te ronden met een soort conclusie over wat die aanwezigheid van gravende dieren nou vereisen stelt aan... wat die aanwezigheid van gravende dieren nou precies vereisen stelt aan de inspectieintensiteit en hoe snel je je maatregelen kunt treffen om de boel weer te herstellen. Gravende dieren in Nederland. Het ging in de presentatie van Brandt vooral over kreeften. En Daan noemde vooral muskusratten, maar noemde ook al wel allerlei andere dieren. Want inderdaad, er zijn een heel aantal dieren die, die graven en het ook in dijken doen. Muizen, dassen, beverratten, konijnen, noem maar op. En wat ook Daan al noemde, het is ook in andere landen een issue. Het zijn dan soms andere dieren. Maar het probleem van dat dieren in dijken graven, dat is universeel. Een verschil daarbij is wel natuurlijk het soort dier, de vorm van de graverij die daarmee samenhangt. En daardoor ook het gevaar wat die graverij voor de dijken betekent. En je ziet ook dat het denken over dierenwelzijn wel wat verschilt. Ik heb zelf in Vietnam gewerkt en daar werden holten gewoon meteen volgegrauwd, ongeacht de aanwezigheid van welk dier dan ook nog in zo'n holte. En ik ken uit Amerika ook beelden dat die dijken eruit zien als gatenkaas. En dat had niet zozeer te maken met de beschermde status van het beest, als wel dat er vervolgens giftige slangen in die holte gingen wonen of dat er alligators in het water zaten. En dat maakt het herstellen, het inspecteren toch een stuk spannender dan dat in Nederland doet. Dus zo zie je wel dat er landelijk wat verschillen zijn, maar gravende dieren in dijk is wel een internationaal issue. Nou, die dieren die graven in dijk om verschillende redenen. Er zitten een hoop bestrijders volgens mij in de zaal, die weten dat ook wel. Hè. Het gaat natuurlijk sowieso om het creëren van leefruimte en een plek om je jongen veiliger ter wereld te brengen. Het gaat ook om het zoeken naar voedsel. Of misschien zelfs soms als tijdelijke vluchtplaats. Als de uiterwaarden onder water lopen, dan vluchten er ook wel dieren in de primaire waterkering langs de dijk. En die vorm van die graverij die verschilt ook met die reden waarom ze graven. Dit is een open gegraven bouw van echt een muskusrat die hier echt gewoon woonde. Met allemaal pijpen en gangen en nestkommen waar hij verschillende worpen in deed. Een omvangrijk stelsel van allemaal graverij, zeg maar. En dit is ook zo'n voorbeeld, ook een foto van Margot Akkermans, die kwam net ook al voorbij. Ook een volgepeurd muskusrattenhol, maar ook iets waar die klaarblijkelijk al langere tijd leefde, kun je stellen. En dit is een wat kleinere voorbeeld van hoe een gegraven is op zoek naar eten. Je ziet misschien in detail net nog zo'n bundel rietwortels. Hier is een muskusrat gewoon echt op zoek geweest naar eten en heeft gewoon die wortels opgezocht. Dus die vorm van die graverij hangt af van om welke reden die heeft gegraven. Verder is dus die vorm van de graverij varieert ook per diersoort. Het is net al een beetje genoemd. Als ik het nog heel kort samenvat. Hè, sommige dieren die graven gangen boven water heel diep de dijk in. In de Ooipolder in de Waalbandijk is in 2004 een bevergang gevonden. Die ging 14 meter diep recht de dijk in. Een gat van een halve meter diameter. Beverratten maken wat smallere diameters, maar gaan ook vaak boven water recht de dijk in. En muskusratten blijven eigenlijk vrij oppervlakkig, gaan wel vanaf onder water de dijk in en graven daar zo hun gangen. Dus die vorm die varieert van soms een enkel tunneltje bij een kreeft of een enkele pijp een rechte dijk in, naar juist complete stelsels over 15 meter strekkende lengte van een dijk. Verweven van gangen, et cetera. Jullie zagen een paar voorbeelden van die muskusratten zojuist. Die omvang van die schade is net genoemd. Die is eigenlijk nooit echt structureel geregistreerd en gemeten. Dus dat was het niet. 1984 concludeert de COW al in een soort aanbeveling dat het nuttig is om dat wel te gaan doen. 2006 zijn er in opdracht van de LCCM een aantal studies gedaan, waarbij ook is geconstateerd dat er eigenlijk niet goed gemeten is of geregistreerd hoe groot die schades nou precies zijn. En recent in die veldproef van de Unie is dat dan voor het eerst wel gedaan. Daan presenteerde daar wat beelden van. Maar die omvang van die graverij is natuurlijk wel van belang op het moment dat je in beeld wil gaan brengen wat nou de gevolgen van die graverij voor de veiligheid van een dijk zijn. Want die aard en die omvang van die graverij, die bepalen natuurlijk wel op welke manier die dijk last heeft van
graverij. Wat ik nog wel belangrijk vind om te noemen bij het beeld van die graverij, en vooral het eerst, al die beelden die er nu soms genoemd worden, dat is allemaal, om het maar zo te zeggen, een soort basisgraverij. Gewoon puur, hoe graaft het beest? We hebben ook geconstateerd op het moment dat die schade niet wordt hersteld, dan neemt de omvang daarvan in de tijd toe. En bij elke golf erodeert er weer een stukje pijp of een stukje van de oever die kalf verder af. Of het kan zijn dat andere beesten door gaan graven in het gat wat al gegraven is. Dus met de tijd neemt de omvang van die schade toe. Hier heb ik zo'n voorbeeld. Ik weet niet van wie deze foto was, maar hij komt uit een oude studie van de LCCM. Het verhaal is dat hier ooit is begonnen met wat schade aan de oever door graafrui door muskusratten. Is niet hersteld, die afkalving voltrekt en die gaat maar door. En als je hier niets zou doen, dan zou uiteindelijk de dijk gewoon doorbreken. Dus je kunt ook zeggen, zonder herstel leidt graafrui sowieso tot een dijkdoorbraak. Een ander punt dat ik belangrijk vind ten aanzien van die schade is, dat gaat ook een beetje over wat je nu waarneemt in de huidige situatie. We hebben nu een vrij intensieve inspectie. Schades worden vrij snel ontdekt en dan ook meteen hersteld. Dus dat tijdseffect speelt niet zo erg. Het gaat ook dat die beesten worden meteen bestrijd. Dus je hebt niet situaties waarin een muskusrat jarenlang zijn gang kan gaan. En een heel stelsel van kommen en worpen en generaties, bij wijze van spreken, allemaal bij elkaar blijven wonen. En daarmee samenhangend, het is ook een beetje het beeld van wat hoort bij de huidige dichtheid van de populatie. En het vermoeden is dat op het moment dat die dichtheid toeneemt en die beesten wat minder kunnen gaan zoeken naar voedsel, ze natuurlijk wat meer zullen gaan zoeken in dijken sowieso waarschijnlijk. En misschien dan ook intensievere stelsels van gangen en kommen, et cetera, gaan graven. Soms wij met z'n allen in flats gaan wonen, kun je je voorstellen dat hun na een tijdje bij een hoge dichtheid ook wat intensiever in de dijk gaan graven. Nou, en wat is er dan relevant voor de veiligheid van de waterkering? Allereerst, dus die vorm van die graafrij, is het gewoon iets wat een enkel tunneltje of is het oppervlakkig? Zijn het gaten recht de dijk in tot diep in de kern van de dijk? En is het één tunneltje op elke 100 meter afstand of zijn het gewoon heel nabij heel veel gangen? En is die dijk echt als een soort gatenkaas zo intensief geperforeerd? En een ander belangrijk ding is de zichtbaarheid van de schade. Sommige beesten graven hun ingangen boven water. Die schaden zijn dus goed zichtbaar en je mag aannemen dat soort schaden ook zijn hersteld voordat het hoge water eraan komt. Maar nogmaals, om te benadrukken, dat vergt dan wel dat je die dijken goed inspecteert en dat je ook heel snel die schade weer herstelt. Dus dat is wel een consequentie van de veronderstelling dat zichtbare schade wel hersteld is voordat er een hoog water komt. Veel gevaarlijker is de niet zichtbare schade. Muskusratten en bevers die graven hun ingangen van onder water de dijk in. Die schade zie je niet. En die kan dus ongemerkt aanwezig zijn, ook tijdens een hoogwater. En eigenlijk is dat gewoon een hele gevaarlijke situatie voor de veiligheid van de dijk. Nou, wat voorbeelden van waar leidt dat soort schade dan toe? Hè? Het degradeert de sterkte van de waterkering. Hier zie je wat voorbeelden van hoe het buitentaluut is afgekalfd door schade door muskusratten. In dit geval. Hier zie je dat het buitentaluut wordt ondermijnd. Dit zijn allemaal wel foto's van muskusratten trouwens, zeg ik er meteen even bij. Hier wordt het buitentaluut ondermijnd. Hier zie je ook een soort ondermijning, afkalving van het buitentaluut. Waar wij daar staan, dat was ooit de teenlijn van de dijk. En daar is gewoon een hele hap uit gaandeweg gewoon verdwenen. Hier zien we een nog jonge dagvoorzitter trouwens. Maar op het moment dat die holten tot in de kruin van de dijk voorkomen en die zakken na een tijdje in, dan is natuurlijk de kruin gelijk een stuk lager. Hier zie je een verlaging van ongeveer 30 centimeter over een meter of 3-4 aan breedte. Ja, dan is je dijk gewoon een stuk lager dus op die plek. En tenslotte, als al dat soort gangen in het buitentaluut zich bevinden, dan infiltreert ook dat water veel makkelijker in de dijk. Zeker als je een zanddijk hebt met een kleibekleding, betekent een perforatie van die kleibekleding dat het water heel makkelijk in zo'n zandkern komt. En dan verzadigt de dijk veel erger dan zonder die schade. Dat plaatje vandaan liet dat ook in zo'n figuurtje net zien. Dit is een dijk bij het Veendiep. Ik denk dat de foto van Mark Rotenkat er is, maar hij is er niet om dat te kunnen bevestigen volgens mij. Maar in ieder geval, deze dijk was helemaal verweekt doordat er aan de buitenkant heel veel graverijschade was. Ik geloof iets van 80 pijpen
op een kilometer afstand of 80 kommen of grote schades op een kilometer afstand. En het dijklichaam helemaal verzadigd en dreigt gewoon te bezwijken. Dus die hebben ze echt noodmaatregelen moeten treffen om dat te voorkomen. Dat weet ik niet. Nou, ik ken het verhaal en ik heb de foto. Maar ik neem aan dat je natuurlijk in het buitenvolut zie je gewoon vrij hoog het water uitkwellen. Dat is hoe we bij normale dijken zien dat het dijklichaam begint te verzadigen. Dan komt er steeds hoger op het talud, begint de grondwater uit te kwellen. En dat is in het algemeen geen goede zaak. Wat wou ik nog meer zeggen? Oh ja, dit waren dus allemaal voorbeelden van hoe dan de sterkte van zo'n dijk degradeert. En dan natuurlijk vervolgens de vraag van wat doet dat nou met de veiligheid van de dijken? Want dat zou je natuurlijk het liefst gewoon in een getal willen uitdrukken. Ja, dan kan ik al verklappen dat je dat niet goed in één getal kunt uitdrukken. Het gaat over de vorm van de graverij, de plek in het dijklichaam waar zich dat manifesteert. En vervolgens ook de grootte van de dijk. Een zeedijk is natuurlijk heel wat anders dan zo'n boezemkade langs zo'n kanaal wat je net zag. Dus het is erg afhankelijk van dat soort factoren, de aard van de graafrij, de grootte van de dijk. Maar wat je wel kunt stellen, we hebben wel bevergangen gezien, zo'n grote pijp, een heel rechte dijk in, ja, dat kan op zichzelf gewoon al aanleiding zijn voor een dijkdoorbraak. En daar hoef je er helemaal niet aan te rekenen. Dan kun je eens zo'n diepe gang, heel ver de dijk in, is gewoon levensgevaarlijk en kan op zichzelf al een dijkdoorbraak veroorzaken. Maar in 2006 is er in een soort studie door de LCCM een poging gedaan om toch te rekenen aan die afname van dat veiligheidsniveau. Dat is voor een aantal type dijken gedaan en ook per faalmechanisme. Per faalmechanisme, sorry, ik was er al. En ik weet niet hoe goed iedereen van jullie dat weet, hè, maar als wij de veiligheid van een dijk beoordelen, dan beschouwen we een aantal faalmechanismen. Ze staan hier in dat plaatje. Zo'n dijk moet natuurlijk sowieso hoog genoeg zijn om het water te kunnen keren. Niet alleen de waterstand, maar ook de golven die er eventueel overheen zouden kunnen slaan. Een dijk moet stabiel genoeg zijn. Piping is een probleem. Erosiebestendigheid van de bekleding is van belang. En op al die facetten wordt de veiligheid van een dijk beoordeeld. En die impact van die graverij heeft eigenlijk op één of meerdere van die faalmechanismen dan invloed. En dat kan op verschillende manieren. Nou, in die poging om daaraan te rekenen heeft dit resultaat opgeleverd. Ik wil niet heel gedetailleerd op de cijfers als zodanig ingaan. Daar horen heel veel uitgangspunten bij en het voert te ver om die nu allemaal uit te leggen. Maar wat in ieder geval opvalt is dat er nergens een plusje staat. Dus het is in ieder geval niet zo dat graverij leidt tot een hogere veiligheid van een waterkering. Maar wat je wel ziet is dat de invloed inderdaad afhangt van het type dijk en ook het betreffende vaarmechanisme wat je beschouwt. En als we kijken naar een zeedijk en de hoogte daarvan, het is sowieso onwaarschijnlijk dat een muskelrot tot in de kruin van een zeedijk gaat graven. En zelfs als je dat zou doen, zou die 30 centimeter verlaging van zo'n zeedijk een verwaarloosbare invloed hebben op de veiligheid van die dijk, gezien uit het oogpunt van de hoogte dan. En je ziet eigenlijk sowieso voor die zeedijken, die zijn zo robuust dat die weinig last ondervinden van muskusrotgraverij als ze dan in de buurt van zo'n zeedijk zouden willen graven. Want dat zit ook wel impliciet in de aanname van deze berekeningen. En als je dan heel grof kijkt, dan zie je dat vooral binnenwaartse stabiliteit hinder ondervindt van graafschade. En je kunt globaal stellen, hoe kleiner de dijk, hoe groter de invloed. En dat is misschien ook wel logisch ook, want de omvang van de graverij is voor alle dijken gelijk. En dan is een kleinere dijk dus inderdaad wel wat kwetsbaarder dan een grote dijk. En je ziet dat ten aanzien van piping kan graverij ook gevaar opleveren. En tenslotte microstabiliteit, dus het natte worden van de dijk en het daardoor kunnen afdrukken van de bekleding, het uitspoelen van gronddeeltjes. Ja, dat wordt ook een stuk kritischer op het moment dat de buitenkant van de dijk vol met gaten zit en dat water veel makkelijker de dijk in kan infiltreren. Dus dit is een kwantitatief beeld van wat nou de impact van die graverij op de veiligheid van een dijk is. Maar nogmaals, er zitten wat uitgangspunten achter. Dus het gaat om de trend. Geen plusjes. En grote dijken hebben weinig last ervan. En hoe kleiner de dijk, hoe groter de impact. Ja, als ik het dan nog even samenvat. Niek, je bent nog niet gaan staan, maar ik weet niet wat dat betekent. Graafschade leidt dus sowieso tot degradatie van de sterkte van de waterkering.
Nou, de ernst van die degradatie is dus afhankelijk van de vorm en de omvang van de graverij in relatie tot de grootte van die waterkering waar we het over hebben. En het kan dus variëren van eigenlijk een direct gevaar voor meteen een doorbraak als je zo'n groot bevergat hebt wat rechte dijken ingaat tot 14 meter diep. Tot bijna verwaarloosbare invloed als het, laten we zeggen, het geknabbel van een muskusrat aan de teen van een hele grote zeedijk is. Daar geldt aanvullend bij dat er ook permanent waterkerende dijken zijn, kanaaldijken, boezemkaden. Daar is het hoge water of het water altijd aanwezig. En daar ontstaat wat gevaar van graafschade voor de kering. Dus niet pas op het moment dat het hoge water zich voordoet, dat de storm er is. Maar het is eigenlijk bijna onder dagelijkse omstandigheden is daar dat gevaar van graverij al aanwezig. Verder heb ik aangetoond, of laten zien, dat die graafschade gewoon in de tijd kan toenemen. Dus het wordt alleen maar ernstiger qua omvang van de schade en daarmee ook ernstiger qua impact van die schade op de veiligheid van de dijk. Dus ook de veiligheid neemt toe, neemt af in de tijd, op het moment dat die schade groter wordt. Nou, als je dat dan zo op een rijtje zet, dan kun je concluderen dat de aanwezigheid van gravende dieren dus een gevaar vormen voor waterkeringen. En dat dat dus intensieve inspectie vergt en een tijdige herstel van de aangetroffen schade. En dat gevaar met name relevant is voor de wat kleinere regionale keringen, zoals de boezem en de kanaalkade. Dat,